In deze tijden vol met uit- en afstel is het natuurlijk zaak om eens een keer een beetje behind the screens te duiken. Want hoe werkt dat nou? Afstel, uitstel van een game. En ja, wie kan dat beter vertellen dan Emiel? Ja. Die volgens mij al 14 jaar bezig is om zijn allereerste game te lanceren. Allereerste eigen game te lanceren. Ja. Dus jij weet hoe het is. Nou ben je natuurlijk geen Ubisoft Montreal of een Naughty Dog studio met 300 man, maar nee. Je zit in je eentje. Ja. Hoe gaat het met je game? En ja, we hebben al een release datum. We hebben al, oh, is dat zo? Dat weet ik niet, nee, dat kan jij nu vertellen. Dat je nu, of nee. Ben jij van de nieuwe stroming? Je moet gewoon geen release data doen, net zoals Nintendo. It's done when it's done. En ja. Dan kondig het aan in een Emiel Direct. Ja. Direct. Nou, dat is dus wel hoe het nu gaat. Want ik heb mensen al zoveel beloofd eigenlijk. En dat iedere keer niet waar kunnen maken. Nee. Mijn excuses daarvoor. En dat komt iedere keer omdat ik tegen onvoorziene dingen aanloop. Nou ja, het ligt niet aan jou. Nou ja, in zoverre, ik beloof natuurlijk iets. Dus ja, ja, ja. In die zin ligt het aan mij, want ik kan beloften niet waarmaken. Maar een voorbeeld uit mijn game. Ik wilde op een gegeven moment mijn game gaan uitbrengen, of tenminste gaan bouwen voor iOS, voor mijn telefoon. En ik ben daarmee bezig en plotseling geeft hij 213 foutmeldingen. Terwijl het de dag daarvoor nog gewoon prima ging. Hmm. En ik denk, hoe kan het nou? Nou, wat blijkt nou? Binnen de software waarmee ik werk, moest ik een update draaien van een nieuwe versie. Mm-hmm. Waardoor de manier waarop ik had gecode, dus de manier waarop mijn code in elkaar zat, niet compatible was met de compiler. Dus dat is het programmaatje wat het bouwt voor iOS. Yeah. Waardoor dus mijn hele game niet meer liep. En waardoor ik dus mijn hele game weer moest gaan omgooien om het wel compatible te maken met die compiler. Aha. Dat is iets dat had ik, nou ja, misschien... Heel misschien als ik de roadmap van de ontwikkelsoftware die ik gebruik heel goed had bestudeerd, dat ik daar achter had kunnen komen. Mm-hmm. Maar mij overviel het dus gewoon een treurige ochtend in januari. Oké, okay. En dat... je bent mij kwijt inmiddels, maar dat maakt niet uit. Ik ben echt heel... Ja, technisch gezien ben ik het, maar ja, sommigen zullen het begrijpen, anderen zeggen van ja, wat een slappe smoes. Beetje zoals met voetbal, ja, het lag aan de bal was niet goed of... Ja, goed, de bek was geblesseerd. Die bal die is er constant. Uh-huh. Dus daarvan weet je, ja, dat kan gewoon, daar kan iets mee zijn. Maar dat dan gewoon je software dat er een update overheen komt, die je ook moet draaien. Ja. En voor ook de Apple updates moet je draaien. Dus als Apple zijn eigen software update, dan moet je daarin mee, want anders werkt het gewoon niet. Ja. En dan kan je het gewoon niet goed bouwen. En dat zorgt er gewoon voor dat ik eens in de zoveel tijd ineens compleet verrast word. Doordat dingen in mijn game niet meer werken. En dan ben ik zo weer een week of soms wel twee weken. En zoals met die fout waar ik het net over had, was ik echt een maand kwijt. Om dat allemaal eruit te jassen en bug vrij te krijgen. Begrijp je nu dan ook developers? Het is over het algemeen, veel van die uitstel is gewoon een technisch verhaal. Dingen die niet kloppen. Ik heb het idee dat een Uncharted of... een Zelda, dat dingen gewoon nog niet werken zoals zij het willen. Of dat inderdaad, wat heel vaak gebeurt, van je game heb je op een bepaald punt. Dat je denkt, nou, dat is goed. En dan komt er opeens een soort van update uit. Of een nieuw stukje software. En je denkt, fuck, nou kan ik al die dingen gaan doen. Ja. Die ik eigenlijk wilde, van ik dacht dat het niet kon. Kan nu toch. En dat je dan daar weer mee aan de slag gaat. Dat is natuurlijk gewoon het gevaar van develop. Hè? Nou, ze willen altijd het beste voor het beste van het beste. Dat is de creative urge. Die heb ik ook gehad. Dat was mijn eerste fout. Dus de eerste keer dat ik dacht van... oh fuck, maar die ene game mode, die vind ik zo tof, die ga ik er nu inbouwen. Ja. En dat doe ik binnen een dagje en nou, dat wordt dus 2 maanden. Okay. Die snap ik, die zullen grote developers ook hebben. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon je planning waar je aan moet houden. En ik denk wat dat betreft dat er bij grotere developers, ik heb dat wat minder. Maar die hebben denk ik gewoon tabellen met daarin, oké, de game moet minimaal zo'n rating krijgen. En als hij, ik noem maar wat, een gemiddelde 8 op Metacritic, als hij dat niet krijgt, dan gaan we er minder verkopen. En dan weten ze precies hoeveel ze gaan verkopen. Mm-hmm. En dan doen ze waarschijnlijk gewoon playtests, waarbij ze aan mensen... Maar dat, laat ik het zo zeggen, dat zijn niet volgens mij de developers zelf. Dat zijn mensen in pak die rondom de developer lopen. Want, kijk, dat is natuurlijk ook jouw probleem. Jij bent zowel de man in pak als de man in de gewone kleding die game in elkaar zet. Je moet hem ook nog eens een keer verkopen. Ja. Want ik kan me bijna niet voorstellen dat een developer op die manier naar zijn game kijkt die... Dat is ook het grootste probleem van developers en het gevaar van developers. Dat ze altijd... Gaming is nooit af. Omdat die techniek elke week... schrijft hij voor. Je ziet weer een andere game. Dan vind ik, ah oh fuck, weet je. Dat moet ik er ook in doen. Ja.
daarvoor hebben ze dus ook mensen in pak, of in ieder geval een soort van projectbegeleider die zegt van... Nu is het klaar. En nu moet hij de deur uit. En ja. Nu moet hij de deur uit. Van hoe ga jij dat dan aanpakken? Want jezelf dwingen, dat is volgens mij het meest moeilijke wat er is. Nou ja, ik ben gewoon klaar met die game, zeg maar. Ik vind het echt een heel vet project en ik word heel blij van als ik het mensen zie spelen. Ja. Maar ik wil ook weer nieuwe dingen maken. Ja. En daarin ben ik gewoon een maker. Dus ik heb zelf nu heel erg... Het voelt een beetje alsof je jaar in, jaar uit op vakantie gaat naar hetzelfde oord. Ja. En op een gegeven moment merk je, ik wil er niet meer heen. Nee. Weet je? Want ik ben er nu al te vaak geweest. Waarom breng je hem dan niet gewoon uit? Gewoon van bam? Daar ben ik mee bezig. Daar ben je mee bezig. Gewoon de dingen aan het afronden en geen nieuwe dingen meer erin. Het is gewoon puur, zeg maar, de minuutjes moeten volledig werken. Dat ene bugje wat ik wel eens daar tegenkwam moet ik oplossen. En dat soort werk is het heel erg. Dus ik heb daarvoor niet zozeer een man in pak nodig. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook wel het grote verschil is tussen grote ontwikkelaars en kleine ontwikkelaars. Ja. Want als jij voor een grote ontwikkelaar werkt, dan moet je ook heel vaak dingen doen die je niet zo leuk vindt. En als kleine ontwikkelaar, de motivatie komt volledig vanuit jezelf. Ja. Dus ik denk dat het de man in pak is vooral als je niet je eigen motivatie hebt voor wat maar, je maar laat ik het zo zeggen, de waarheid ligt wel in het midden. Want creatievelingen missen toch ook, hebben een aantal dingen echt heel veel en missen een aantal ongelofelijke dingen. En ik denk altijd dat een wisselwerking tussen mensen in pak die snappen hoe het creatief proces werkt en ze daar een bepaalde vrijheid in geven. Ja. Maar aan de andere kant wel een raamwerk bieden om een creatieveling niet te laten verzuipen in zijn creativiteit. Want dat vind ik het probleem met creatievelingen. Die blijven, ik ben er zelf ook heen, die blijven maar doorgaan met verbeteren. En dan moet op een gegeven moment, dan moet je zeggen, oké, prima, volgend jaar, eerst maken we dit even af. Ja. Het probleem is natuurlijk dat in heel veel gevallen worden er inderdaad verkeerde dingen op games geprojecteerd. Inderdaad met die fucking Metacritic tabellen of... Ja. Van oké, als we hem nou precies in die maand doen, dan zit die game er niet. Dus dan doen we hem dan. Want dan hebben we de meeste kans op verkoop. Terwijl de developer zegt, ja maar sorry, maar dat echt, dan ga ik hem nooit bugvrij af hebben. En dat dan toch wordt gezegd, nou fuck het dan maar. Lijkt me vreselijk. Dus dat heb je dan weer niet. Nee, dat scheelt erg. Maar aan de andere kant, stel je voor, ik geef mijn game uit. En vol onwetendheid straks blijkt dat er... nog 6 veel betere iOS releases komen, ja, dan verzuip ik gewoon. Dus ik heb eigenlijk het eigen belang weer om dan die eikel in het pak te zijn en wel goed te gaan onderzoeken van oké, Emiel, wanneer komt welke game uit voor iOS en zorg ervoor dat jouw game opvalt. En dat is nu eigenlijk waar ik het merendeel van mijn tijd aan ga spenderen de komende 2 weken. Ja, je zal natuurlijk de boel moeten. Precies, ik moet gewoon heel goed gaan onderzoeken van hoe ga ik mijn game showcase, hoe ga ik mijn game laten zien, aan wie kan ik het laten zien, hoe gaat mijn marketing eruit zien, wanneer mag hij wel en niet uitkomen. 600 vierkante meter paviljoen op First Look Festival. Daar ga ik zeker iets op First Look Games zeker spelen en misschien heb ik dan nogal wel weer een nieuwe game. Ah, kijk eens. Wat zei je, ik bedoel, heb je al een soort van, niet een datum, maar een soort van moment voor jezelf, het zijn gamers die kijken, weet je, die weten ook wel van als je het niet haalt, weet je, je zit in je eentje. Maar heb je een soort van moment dat je denkt, nou, daar ga ik toch wel naar streven. Kunnen we straks op het strand spelen of wordt het meer richting de herfst? Daarvoor ga ik me nu laten adviseren wat het slimste is, voor of na de zomer. Dat is nu de keuze. Dus dat is precies eigenlijk wat ik de komende 2 weken moet gaan beantwoorden, is die vraag. Je zou me in essentie op het strand kunnen spelen. Dat vind ik heel erg leuk aan mijn game. Ja, nou ja, je zit allemaal in een fucking vliegtuig te wachten en in die bussen waar je naartoe moet. Dus dan wil je natuurlijk op een mobieltje spelen. Dan ga je geen PlayStation game kopen. Nee. Dus alleen het enige kut is als je dus van je vette zonnecreme vingers hebt en dan op je touchscreen moet. Dat is waar. Dat moeten we oplossen. Misschien kun jij daar een product voor bedenken. Ja, weet je dat... Vetvrije vingers. Vetvrije vingers, ja, nee, dat is waar. Ja, goed. Sowieso raad ik aan om niet een zonnebrandolie te nemen die je moet invrijven, maar de spuitbus. Dat is echt heel goed. Ik spuit tegenwoordig alleen maar. Dat is wel slim. Daar heb je daar geen last van. Ik zou hem toch in de lente... Zou ik hem in de... Oké, zo snel mogelijk. Want dat is verzuip je in de... Ja, sowieso, maar dan ben je er ook vanaf. Dan kan je weer verder gaan met je project. Heb jij nou realistische verwachtingen? In de zin, je weet gewoon, iOS komen 4000 games per dag uit. Ja. Dat vraag ik me dan af. Ik weet gewoon, in je hart hoop je natuurlijk dat... Het doet... Zeg maar, mensen moeten lol hebben als ze het spelen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En het grappige vind ik, heb nu echt al meerdere malen ook op straat tegen mensen gezegd. Wil je deze game spelen, die is van een vriend van mij. Want dan kunnen ze ook negatief zijn richting mij zonder zich daar lullig over te voelen. En iedereen die dat speelde in multiplayer, die ging gelijk in de app zo zoeken. Hey, ik zie hem niet, man. Hoe schrijf je dat nou? Shoot is het toch?
Ja, sorry man, hij is nog niet uit. Dus iedereen wilde hem wel gelijk hebben. Dus ik heb heel erg het idee dat dat persoonlijk contact en dat je het even moet spelen, dat is heel belangrijk. Maar hoe ga ik daarvoor zorgen? Ja, een one man promotion team tour langs het strand. Deze zomer. Dat is wel een goeie. Uiteindelijk kan je natuurlijk in je eentje nog zoveel doen. Uiteindelijk, het moet gewoon opgepikt worden door media. Ongetwijfeld dat we met Game Kings leuke dingen mee gaan doen. Maar goed, je wil ook internationaal. Ja. Dan is het vaak wel als je op de frontpage komt bij Apple. Ja. Dan is het leuk. Ik bedoel, Rami heeft daar denk ik nog de meeste ervaring in. Want hem is het hem gelukt. Ja. Nou, misschien moet ik hem daarover gaan lasten. Hij heeft volgens mij altijd wel allerlei soort van draaiboeken gemaakt en zo voor developers. Hoe ze dat doen. Maar ja, goed, die draaiboek heeft iedereen. Ja. Dus het is, hou je dat ook wel voor van dat als het niet lukt, dat het niet is dat het geen goede game is, maar dat het feitelijk ook gewoon kan zijn dat je verzuipt in de totale... Tuurlijk, er is zoveel aanbod. Je gaat gewoon door. Waar. Je gaat gewoon vol te maken. Ja, want wat ik leuk vind is games maken. Ah, okay. Dus daar gaat het om. Geen release datum nog. Dus wie weet zien we hem wel op de E3 persconferentie. Je gaat er sowieso heen, maar misschien duik je dan ineens en je één keer kwijt. En dan opeens, bam, sta je naast Phil Spector op het podium. Ja, ik heb natuurlijk wel met Tim Schafer gesproken. Dus ik hoop gewoon zoveel mogelijk andere developers ook aan te kunnen spreken. Ja, dat kan.